Ik ben Mieke Kooistra en ik ben eerstejaars student op ROC. Het atelier van Bas, beeldende en audiovisuele kunsten. Ik vond deze opleiding op internet, ik vond de website. En het was meteen iets wat mij heel erg aansprak, want ik ben eigenlijk al heel lang heb ik de droom om filmpjes te maken en kunstenaar te worden. En omdat het zo'n breed atelier is, waar je en met film en met fotografie en verhalen kan vertellen en op alle manieren creatief kan zijn, heb ik hiervoor gekozen. Het was meteen iets wat mij aansprak. Ik heb altijd filmpjes willen maken. Ik ben van beroep altijd een verhalenverteller geweest. Ik ben lang journalist geweest. En ja, het creatieve leven riep altijd, dat sprak me altijd heel erg aan. En nu ben ik blij dat ik op deze opleiding ben. Het heeft me echt mijn verwachtingen overtroffen. En ook uiteindelijk enorm veel zelfvertrouwen gegeven om creatief te zijn en dingen te durven. En, bijvoorbeeld zoals performance art. Dat klonk iets wat echt nooit op mijn radar was, iets wat ik nooit zou doen. En doordat we dat in een groep hebben gedaan, in een hele veilige omgeving, en we lang mochten nadenken over wat we zouden doen en hoe we het zouden aanpakken, is daar echt iets heel moois uitgekomen. En ik heb daar erg veel voldoening van en erg veel plezier aan. Ik heb meegedaan aan de One Minutes. Dat was een eerste opdracht die we kregen aan het begin van dit jaar. En dat was ook best ingewikkeld, want beginnings, dat is een heel moeilijk thema. Wat is een beginning, wat is een end? En ik ben toen gaan zoeken en ik vond dat ontzettend leuk om mee te doen. Want uiteindelijk heb ik een soort appropriation video gemaakt over mensen die met rubberbootjes proberen de Middellandse Zee over te steken. En dat was gebaseerd op wat Arthur Jaffa doet, een American artist. Ik vond het heel mooi om mee te werken en ik vond het ook erg leuk. Ik heb heel veel geleerd door editing en een nieuwe computer gekocht. Dus ik heb ook heel veel techniek geleerd. En daarna heb ik een video gemaakt samen met mijn dochter over een dag in het leven van COVID. Omdat zij in quarantaine zat en 14 dagen niemand mocht zien. Heeft ze zichzelf gefilmd en dat hebben we gemonteerd. Ook omdat het een nieuw soort wereld is waarbij je nu voortdurend onder surveillance staat. Andere thema's en dingen die we gedaan hebben. We hebben documentaire gemaakt met Sarah Lederman. En daar heb ik ook een soort persoonlijk onderwerp kunnen aanspreken. Het was heel erg strak gedefinieerd, de opdracht. 3 shots, iets waar je passie voor hebt, een persoonlijk verhaal. Dus dat was ook heel mooi om te maken. Ik kwam thuis van school en zag dat de eetkamer niet langer de eetkamer was. Het was de zitkamer geworden. Voortaan aten wij onze maaltijden waar vroeger het bankstel stond en dronken mijn ouders hun sherry, rookten hun sigaretten en draaiden hun zoet zwijmelende grammofoonplaatjes in wat vroeger de eetkamer was. Ik genoot van deze verandering. Ze beloofden een nieuw begin. Een breuk met het verleden en het omslaan van een bladzijde. We voelden ons allemaal opgelucht. In huis hing een positieve stemming en een nieuwe energie. Voor op zijn minst een paar dagen. Al met al ben ik heel veel naar kunst gaan kijken, veel meer dan vroeger. Ik ben veel meer naar film gaan kijken. Ik heb nu geleerd dat dat iets is wat binnen mijn bereik is om iets met film te maken. En niet
dat voorbij is. Dus I'm acting on a dream.